Met vinyl kan je een heleboel. En met de machine ook. Deze keer gaan we dan ook de wc pimpen. Met vinyl. Ik laat je zien hoe ik dat in Cricut Design Space heb gedaan. Hoe ik vervolgens plaatjes van mat verwissel. Hoe ik snij, dus welke keuze ik maak voor de snede die ik ga doen. En nog een paar andere dingen. Dus blijf gerust kijken. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en vandaag dacht ik eens, ja, je kan ook nog de wc pimpen. Oftewel, de witte tegels die misschien wat saai zijn, voorzien van een leuke tekst of een leuke mandala of wat dan ook. Ik wil graag voor een mandala gaan, dus dan kies ik voor nieuw project. Dan ga ik naar afbeeldingen en dan kies ik dus voor dierenmandala. Schrijf ik dan hierboven. En ik ga ook even op de laag, want hier kun je allemaal keuzes maken. Ik kies voor enkelvoudig. Want het moet gewoon één kleur worden straks. En dan ga ik gewoon aanklikken welke mandala's ik leuk vind, zodat ik zo meteen een keuze kan maken van welke ik ook echt wil hebben en wil gaan snijden. Zoals je ziet zijn het er heel erg veel en heel veel zitten ook als je een abonnement hebt erin, want daarom staat ook een A bij een A, abonneer. Nou heb ik natuurlijk dieren en mandala losgetikt, dus helemaal aan het einde vind ik gewoon losse dieren. Ik weet dat als je op Google er een streepje tussen zet, dat die ze dan niet los van elkaar zoekt en je waarschijnlijk echt alleen maar de mandala dieren krijgt en verder niks anders. Dus dat is nog iets waar je naar zou kunnen kijken. Nou, als je dan alles hebt aangeklikt waarvan je denkt, ja, die wil ik wel hebben. Dan klik je op toevoegen aan canvas. En heb je vervolgens één groot werkvel met een en al plaatjes erop. Je kunt ze of zo aanklikken en dan één voor één pakken. Wat je ook kunt doen is even hier aan de zijkant er één aanklikken. Zoals je ziet geeft hij gelijk een uitroepteken. Hier. Het komt omdat alle afbeeldingen nu nog te groot zijn voor de Joy. Ik ga ze eerst even uit elkaar halen. Zodat ik een beetje kan kijken van oké. Welke ga ik nemen? Even ongedaan maken als je iets doet wat je niet gedaan wil hebben. Toevallig heb ik al een olifant uitgedraaid. Dus op de kleur die ik wil hebben. Dat heb ik een hele tijd geleden gedaan. En toen zie ik wel waarvoor ik die ga gebruiken. Ik weet dus nu waarvoor, voor de wc. En als ik vervolgens inzoom, ga ik even kijken welke ik wil. Deze valt een beetje buiten de rest qua smaak. Dan zie ik hier nergens meer het kruisje staan. Dus je kan gewoon op delete drukken op je toetsenbord. Dan gaat hij er tussenuit. Deze vind ik ook een heel andere stijl dan de rest. Deze vind ik echt ontzettend schattig. Koala. En als ik hem ook kleiner maak, is hij volgens mij ook nog wel pijlbaar. Je moet onder de 11 centimeter komen. Alleen dit is dan nog 17 en dat is dan te breed, want je gaat een vorm invoegen. De maat van de tegel die ga ik even naar achteren verplaatsen. Sorry, naar achteren sturen, want anders gaat die laag voor laag naar achter. En dan druk ik hier slotje af en de tegel was 14,5 bij 14,5. De afbeelding mag dus niet groter worden dan deze maat. Ik ben benieuwd of de Joy zo precies klein kan snijden. Als ik nu nog zo'n vierkant wil in dezelfde maat, dan druk ik weer even Ctrl dupliceren, Ctrl D. Zoals je ziet staat hij er weer voor.
Als je hem dus naar achter verplaatst, gaat hij, nou, deze niet eens naar achter. Nog een keer naar achteren verplaatsen. Dan zie je hier dat hij ook elke keer één laag naar achter gaat. Als ik nu nog een keer op naar achteren verplaatsen druk, zit hij dus achter de koala, maar nog niet achter de vlinder en de uil. Nadat we doen naar achter sturen, zit hij in één keer erachter. Nu wil ik alles gaan printen. Dan ga ik eerst alle squares even op het oogje klikken. En dan kies ik voor maak het. Voor elk materiaal. En ik heb een lange mat. En vervolgens klik je op verder gaan. En dan gaan we het nu zo proberen te plaatsen. Dat het allemaal goed staat. Deze moet ik nog even naar kijken, want die past niet op de mat. Zoals je ziet, hier zie je duidelijk een mat staan en hier niet. Dus dan drukken we nog even op annuleren. En dat betekent dat deze nog even naar ik zet hem even op 10,99. Ik hoop dat dat wel werkt, want in de lengte moet sowieso lukken. Hij is ook heel fijn, maar ik ga hem toch proberen. Zo, nu zit hij er wel op. En dan zie ik dat deze gaat tot aan de 14 centimeter en die ook tot aan de 14 centimeter. Als het goed is, als je hier op de puntjes klikt, dan kun je kiezen voor object verplaatsen. En dan ga ik hem even naar die mat zetten. En dan zie je ze nu samen op één mat staan. Maar kijk, ze kunnen prima onder elkaar, deze twee. En ik zie dat deze loopt tot aan 9 centimeter en deze tot aan 7, terwijl deze weer tot aan 10 loopt. En deze loopt ook tot aan 10. Dus eigenlijk wil ik deze object verplaatsen naar deze mat. En dan wil ik de salamander verplaatsen naar deze mat. Klik je op bevestigen. Kijk, want deze zijn allebei wat breder. Dus dat is handiger met het vinyl snijden zo. Gaan we zo dicht mogelijk op elkaar plaatsen. Deze mat is dus leeg. Ik hoop dat hij die dan zo weghaalt. Kijken of als we deze verplaatsen naar deze mat. Of dan die laatste automatisch vervalt. Dat niet. Maar ik heb ze nu even op volgorde gezet. Zodat we ze in één keer achter elkaar kunnen gaan printen. En kunnen beginnen met aardig wat pijlwerk. Dan klik je op verder gaan. Ik ga dit doen met permanent vinyl. Voor die wat grotere mandala's, zoals die laatste, die wolf, is dat smart vinyl wel handig. Want bij dat smart vinyl hoef je geen mat te gebruiken. En bij gewoon vinyl moet je wel een mat gebruiken. Dus voor zo'n mandala of iets wat fijner is, is het misschien handiger. Om dan smart vinyl te gebruiken. We kiezen dus ook voor de instelling smart vinyl permanent. Hier kan je even je muis ophouden. Dan kan je precies zien wat je moet plakken op de mat. En dat gaan we even doen. Je hebt me net 6 designs uitzien printen. Ik heb gewoon niet de tijd gehad om alles te kunnen pellen op tijd voor de video. Dus we gaan toch even de 2 designs die ik heb gehad vast plakken. En dan in de toekomst komt er wel een foto op mijn Instagram of iets van de rest. Het gaat in elk geval om het idee.
dat je weer iets hebt wat je met de machine kan doen. Nou, we maken het eerst natuurlijk weer schoon, ontvetten eerst de muur. De tegels in dit geval. En dan heb ik, dan heb ik de olifant. En nu, ik wil ze graag recht gaan plaatsen. Dus ik heb gekozen voor mijn Cricut transfer paper, want daar zitten gewoon strepen op. En dan wil ik toch ook wel een beetje het midden van de tegel hebben. Daarvoor heb ik een krijtstift gepakt. En een liniaal. En ga ik niet op de tegel waar ik ga plakken, maar ernaast streepjes zetten. Want je kan namelijk niet eronder dit streepje zetten, want dan plakt je vinyl namelijk niet meer. Dus het moet aan de zijkant. Nou, het is 14,5, dus we gaan iets verder dan 7 zitten voor het midden. Dan ga ik als eerste de olifant plakken. En het prettige is altijd weer om een dubbel te vouwen. Zodat je goed weet wat het midden is. Zoals je ziet vouw ik niet het vinyl dubbel, maar plastic. En we doen het vandaag ook even van boven naar beneden. Dat we ongeveer een mooi middenstukje hebben. Nee, dat dacht ik al. Je kan hem er niet meer echt van afhalen. Het is best wel moeilijk om hem recht te plakken, merk ik. Ondanks de lijntjes. Maar ik vind het eigenlijk ook niet zo erg ook. Ik vind het wel leuk. Gaan we even met de schaper overheen, zodat hij vast zit. Kunnen we gelijk, zoals je ziet, de streepjes kun je gelijk weghalen. Goed met de schaper even aanduwen. En dan gaan we hem kijken of hij erop zit. Ik verwacht eigenlijk, omdat het een tegel is, dat dat echt wel, zoals je ziet, heel makkelijk en snel gaat. Maakt de tegel net wat gezelliger. En de wc. Ik heb er nog één. En je kan natuurlijk nu laag plakken, hoog plakken. Ik kies ervoor om op dezelfde hoogte één tegel verder, die ik net ook heb schoongemaakt, er weer eentje te gaan plakken. Je kan nu heel goed het verschil zien, want dit is Cricut Smart Vinyl, wat je dus erin kan doen zonder mat. En deze vinyl heb ik ergens anders gekocht. Deze pelt echt wel aardig en dan blijft het echt goed op het kartonnetje zitten. Deze pelt heel makkelijk, echt heel fijn. Blijft ook op zich goed zitten. Het kartonnetje hier is hard, dus je krijgt hem wat lastiger van het kartonnetje af. Maar weer heel makkelijk van het plastic, van de transferfolie. En deze krijg je weer iets minder makkelijk. Tenminste net. Kijken of het nu, nou, deze gaat ook net zo goed van, oh, mijn transferfolie scheurt. Zo. Kijk, nou even goed aandrukken. Oh, alleen hier één bolletje blijft even niet zitten. Zo. Blijft ook net zo makkelijk zitten. Daarvoor was de neus een beetje los. En dan hebben we verschil. De wc al 2 tegeltjes leuk versierd.
En je kan natuurlijk maken wat je zelf wil. Deze. Eigenlijk geen verschil met de andere folie. Wel denk ik dat fijnere snedes met deze wel heel erg fijn zijn. Deze kan deze snede heel goed aan, maar die iets fijnere, die koala, die ging bijvoorbeeld ietsjes lastiger. Ik vraag me af hoe die man op deze heeft, zou werken. Ik denk dat die met cricketfolie ietsjes beter gaat. Maar op zich kan het met allebei. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Dat zou echt super tof zijn. En tot de volgende keer.